minuten. Van de scholen, vaders en moeders, opa's en oma's, alle familie, vrienden, kennissen die erbij zijn met deze wel drukste, leukste en voor mij het meest spannende raadsvergadering hier in deze zaal, namelijk de kindergemeenteraad. Jullie hebben al hard geoefend vanmiddag, we hebben elkaar heel even gezien. Straks gaan jullie met elkaar in debat over de projecten en de plannen die jullie voor onze mooie gemeente West-Maas-en-Waal hebben bedacht. Nou, laten we niet te veel regels hebben, laten we wel één ding afspreken. Dat we elkaar uit laten praten, dat als je wat wil zeggen, dat je dat even bij mij aangeeft. En dat we met respect met elkaar omgaan. En dan komt het vast allemaal helemaal goed. Plezier in de theetuin. Ons plan is om met beperkte mensen iets leuks te gaan doen, zoals bakken en spelletjes doen. Dit doen we omdat we willen dat iedereen geaccepteerd wordt zoals hij of zij is. En we hebben ook gedacht aan vervoer en begeleiding. Waarom doen we het met mensen met een beperking? Wij doen het met mensen met een beperking omdat sommige mensen hun een beetje eng vinden en daar willen wij verandering in brengen. Met wie doen we het? We doen het met de laatste groep van de basisschool uit West-Maas-en-Waal. En als laatste groep bedoel ik dan groep 7, als jullie combi-klas is, groep 7, 8. En als jullie geen combi-klas hebben, dan is het alleen voor groep 8. Waar doen we het? Wij doen in de theetuin naast Bommel, omdat ze daar ook met lichtbeperkte werken. En omdat daar de moeder van iemand bij ons uit de klas werkt. En daarom doen wij het hier. En zij heeft ook al vervoer voor het Thomashuis geregeld. Expeditie Moddersom, Kwartet, Levend Kansenbord en Levend Stratego. Wat is de spellenkist? In onze spellenkist zitten vier spellen. Kwartet, Levend Stratego, Levend Kansenbord en Expeditie Moddersom. We hebben het voor alle doelgroepen, voor kinderen, voor kleine kinderen, basisschoolkinderen, middelbare, ouderen, gehandicapten en volwassenen. Expeditie Moddersom. Er zitten opdrachten in het spel dat lijken op opdrachten van Wie is de Mol en Expeditie Moddersom. Het is voor iedereen die het wil spelen, gewoon voor alle doelgroepen. Er zijn meer opdrachten waar de spelleider er zoveel kan uitkiezen als hij of zij wil. Er zitten 10.000 euro plus geld in en 4.000 euro min geld. Er zitten rouletten, puzzel, toeropdrachten en opdrachten in die je in je eentje moet doen. Kwartet West-Maas-en-Waal. Het is een kwartetspel met thema West-Maas-en-Waal. En er zijn 8 dorpen in West-Maas-en-Waal, dus ook 8 kwartetten. En 4 kaarten per kwartet. En het dorp kiest zelf hun eigen kwartet uit.
Wij doen Cinema de Koop, maar wij hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een project en dat gaan wij nu presenteren. Het idee is om jong en oud samen te laten bewegen. Dit door verschillende bewegingsspellen te doen onder leiding van Actief Maas en Waal. Per middag vindt de activiteit op twee locaties plaats. Hiervoor zijn er in totaal 4 middagen. Deze zullen eind schooljaar 2018-2019 en begin schooljaar 2019-2020 plaatsvinden. Het doel van de middag is meer bewegen, beweging hebben, zowel voor jong en oud, samen plezier maken. Spellen. De volgende spellen worden onder andere gespeeld: pingpong, shoelen, ringwerpen, badminton, bordspellen, koekhappen, spijkerboeken enzovoort. De middagen worden georganiseerd in de 8 kernen van de gemeente Westmaas en Waal. Iedere kern komen 30 kinderen en 20 ouderen samen. In Beneden-Leeuwen wordt de middag georganiseerd in de Rosmolen. Hier zullen de beide scholen 20 kinderen komen en ongeveer 30 ouderen. De middag duurt 1,5 uur, van 2 tot 3:30. 8 mei zien jullie een overzicht van onze kosten. Het meeste geld gaat naar de spellen, de vrijwilligers en de kosten van het huren van de dorpshuizen. Verder hebben we rekening gehouden met de kosten van het eten en drinken. We hebben ook gedacht aan de onvoorziene kosten en hiervoor hebben we €300 overgehouden. Bedankt voor de tijd die jullie hebben genomen om te luisteren naar onze presentatie. We hopen dat jullie hebben genoten. Tot de volgende keer. Hashtag speuren met elkaar en wij hopen jullie heel veel luisterplezier en wij zien jullie. Waarom? Onze school, de Leeuwkuil, is een gezonde school en wij willen dat meer mensen gaan bewegen. Het thema van dit jaar was meer plezier met elkaar. Dit doen wij door onze speurtocht, want je kan met heel veel mensen kan je met elkaar doen. Omdat wij een gezonde school zijn, hebben wij bedacht dat we een hele leuke fietstrip gingen doen. Rond Westmaas en Waal. Als je de Waalkant kiest, kan je langs de herberg hier. En kan je langs een paar wat oudere mensen. Als je daarmee besluit in een rondje te lopen, dan krijg je een gratis appel en wat limonade. En als je je afvraagt, maar hey, lieve Leeuwkuilkinderen, hoe doe ik nou mee aan dat pad? Nou, dat is best wel simpel. Je gaat naar een van de cafés die je later daar ziet. En dan vraag je, heel lief, of dat je daar ergens een boekje kan nemen. En dan zijn we toegekomen aan de laatste school, het laatste plan van vanavond. En dat is van de Maria School. Even voorstellen, wie zijn wij? Wij zijn groep 8 van de Maria School uit Overleeuwen. En wij hebben het altijd wel gezellig met elkaar en we spelen graag spelletjes en dat gaan we dus met anderen doen. Wat is ons idee? Ons idee is om met ouderen een spelletjesmiddag te organiseren. We gaan dan naar de ouderen toe, want Sint Elisabeth en Sint Barbara. En dan gaan we dan een middag spelletjes doen. En we laten ook een spelletjeskist achter met heel veel andere spellen. En dan kunnen altijd de kinderen en de kleinkinderen kunnen op bezoek komen en die kunnen dan met hun de spellen spelen. En dat kunnen ook nog andere scholen kunnen dat doen. Die kunnen er ook heen gaan en dan kunnen ze met die oudere spelletjes spelen. Maar ze kunnen het ook gewoon met alle andere ouderen zelf doen. En we willen dan 2 keer in het jaar nog daar terugkomen om nog een keer gebruik te maken van die spellen. We hebben voor de ouderen uit Bovendeeuwen hebben een koopmiddag geregeld. Wat zit in onze kist? Ganzenborden, ringen gooien, bingo, shootables, spekjes happen, domino. Welke prijs hebben we voor de bingo? Waarom moet je op ons stemmen? En wij vinden het heel erg leuk om met de ouderen spelletjes mee te doen en
We zijn in contact gekomen met hun omdat we altijd kerstkaartjes naar ons sturen. En ze werden daar heel erg blij van. Dus toen dachten we, ze worden ook wel zo blij als wij met hun een spelletje mee gaan doen. Dan gaan we nu merken wat jullie na dit verhitte debat, wat in hele goede orde verliep, goed gedaan, complimenten daarvoor, vinden van elkaars plan. En dat doen we door middel van een snelle peiling bij de kindergemeenteraadsleden. En daar is een hele belangrijke procedure voor. En die procedure zegt dat je moet stemmen. Er is stemplicht. En je mag maar één keer stemmen. Je mag op jezelf stemmen. En je stemt door je hand op te steken. Zet ik het zo duidelijk? Ja? Voor het plan van de wijzer. West-Maas-en-Waal beweegt. Stemmen we nu voor het plan van de Leeuwenkuil. Fietsroute West-Maas-en-Waal. Er kan er uiteindelijk maar één de winnaar zijn om met Henny Huisman te spreken, die jullie niet meer kennen. En dat betekent... Ja. Dat betekent dat er op één plan minimaal 21 stemmen voor moeten zijn. En dat moet, dat hebben we zo met elkaar afgesproken. En als dat niet gebeurt, wint er geen enkel voorstel. Dus houd dat in gedachten. Nou, we gaan dus 10 minuten schorsen. En in die schorsing dan gaan jullie alle achterkamertjes in en wandelgangen en gaan jullie met elkaar overleggen over de verschillende plannen en waar je stem misschien naartoe zou kunnen gaan of niet. Of juist zeggen, je moet er ontstemmen, want waar komen we aan die 21? Zodat er uiteindelijk het beste plan gekozen kan worden. Ook is de afspraak dat de plannen niet meer veranderd mogen worden. Zo. Kindergemeenteraad. Er werd enorm scherp gedebatteerd. Jullie maken het elkaar helemaal niet makkelijk. Maar alles verliep wel met heel veel respect voor elkaar en voor elkaars ideeën. Dus het was een hele geslagen dag. Ja. Ja. Vind je dat je gewonnen hebt?
Ja, heel blij en leuk. Nou, hartstikke bedankt. Veel plezier. Yeah. Yeah.